Goedemiddag. We kunnen nu de commissie voor bestuurszaken aanvatten en starten met de vraag om uitleg van de heer Anouri over het risico op aanslagen door extreemrechtse burgerwacht. Meneer Anouri. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, collega's, een goede middag. Ik heb deze vraag om uitleg enkele weken geleden ingediend, omdat er een paar zaken waren die toch wel alarmerend waren. Zo was er op 20 augustus waren er enkele artikels, krantenartikels, waarin staatsveiligheid waarschuwde voor het gebruik van geweld door extreemrechtse burgerwachten hier in België. Ze verwezen daar vooral voor naar het buitenland, waar we zien dat de ons omringende landen al zulke gevallen hebben gekend. Er werd verwezen naar Frankrijk, er werd verwezen naar Finland, er werd verwezen naar Duitsland. En gelukkig maar, zijn we hier voorlopig bespaard gebleven van zulke aanslagen. Maar we weten ook vanuit het verleden dat bijvoorbeeld bij jihadistische aanslagen je ook ziet dat als er wat beweegt in landen rondom ons, dat wij niet veilig zijn en dat we daar waakzaam voor moeten zijn. En dat we daar ook onze verantwoordelijkheden in moeten opnemen. Europol zelf heeft bijvoorbeeld ook een analyse gedaan en zij spreken van een verdubbeling van het aantal extreemrechtse geweldplegingen vorig jaar tegenover het jaar daarvoor. We zien, zoals ik al heb gezegd, dat ze actief zijn in onze buurlanden. En bovendien spreekt Europol ook nu van een vergroting van het risico. Waarom? Omdat die groepen meer georganiseerd zijn en ze meer waarschijnlijk wapens en geweld zouden gebruiken. Er werd trouwens ook nog eens herbevestigd op 8 oktober in een artikel in de Financial Times, die natuurlijk wel ons noopt met z'n allen om zeer waakzaam te zijn. Je ziet de afgelopen weken en maanden bovendien en jaren in Europa verschillende vormen van extreemrechts geweld opduiken. Collega's in Griekenland hebben uiteraard een gouden dageraad die ons allen bekend is en waar jammer genoeg sommigen hier in dit parlement ook nauwe banden mee hebben, blijkbaar. Je ziet Génération Identitaire in Frankrijk, je ziet in Duitsland, zoals ik al heb gezegd, een paar van die geweldplegingen. Maar je zag ook bij ons op 5 september na een panoreportage ook bijvoorbeeld Schild en Vrienden. Schild en Vrienden, een organisatie die langs de voorkant, zal ik dat maar zeggen, zeer studenticoos is en democratisch, maar wat bleek uit de reportage, achter de schermen digitaal, dat daar toch wel zeer haatdragende en extreemrechtse taal werd gehanteerd. En er ook af en toe werd gedweept met burgeroorlogen die zouden moeten uitbreken. En er waren zelfs sommige foto's waar mensen ook met wapens waren aan het, moet ik zeggen, paraderen of trots mee op de foto stonden. Dingen die wat mij betreft toch ook allemaal alarmerend zijn en die ons vanuit deze commissie radicalisering ook, commissie binnenlands bestuur, excuseer, maar toch u als minister-voorzitter of coördinerend voorzitter van alles wat te maken heeft met het aanpakken van gewelddadige radicalisering, toch tot enige reflecties en alarmering zou moeten lopen. En ik denk dat de les die we hebben geleerd de afgelopen jaren, dat we niet te voorzichtig kunnen zijn. Een jihadistische terreur is nog altijd een risico, hier in Vlaanderen en in Europa. Maar het is niet het enige risico dat we vandaag recht lopen. En ik denk dat we op al die vlakken onze verantwoordelijkheid moeten opnemen. Dus mijn vragen aan u, mevrouw de minister, die ik herhaal coördineert minister is voor de aanpak van een gewelddadige radicalisering, is enerzijds, hebt u zelf contact gehad, heeft staatsveiligheid, hebben federale collega's of andere instanties u gecontacteerd met betrekking tot de zaken die wij in de pers hebben gelezen, tot wat er is verschenen in de pers, tot de uitzendingen die daar zijn geweest? Twee, als u dat allemaal leest en ziet, wat onder andere Europol schrijft, de reportage die we hebben gezien en de zaken die gebeuren in de ons omringende landen, welke stappen wil u ondernemen als minister om deze problematiek aan te kaarten? En drie, Europa heeft zelf ook aangegeven bij monden van Julian King, de commissaris verantwoordelijk voor het aanpak van de veiligheid en de veiligheid in de Europese Unie, om daar meer middelen voor vrij te maken, om in te zetten op counter-narratives en het aanpakken van de digitale vormen van radicalisering en extreemrechts. Op welke manier wilt u zelf daar ook mee werk van maken? Dus kortom is mijn vraag eigenlijk aan u, mevrouw de minister, wat gaat u doen aan dit probleem? Dank u wel. Mevrouw de minister. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Nu, collega Anouri, je hebt een aantal bijkomende vragen gesteld die niet in uw initiële vraag, die al een tijdje geleden is, maar. Ik ben voorbereid, maakt u geen zorgen, ik had ze zien aankomen. Dus geen enkel probleem. Ik ga wel beginnen met uw eerste vraag. Heeft de staatsveiligheid of federale collega's of instanties mij gecontacteerd? En dat ging dan in eerste instantie naar aanleiding van die panoreportage en dan ook wat er hier in de commissie is gebeurd, een hoorzitting met OCAT en de staatsveiligheid, als ik me niet vergis, hier plaats gehad op 13 september 2018, weliswaar in besloten zitting. Dus collega's, ja, we zijn hier nu in open zitting. Ik kan daar geen woord over vertellen. Ik neem aan dat u dat ook niet gaat doen. Maar nee, ik heb totaal... OCAT heeft mij niet gecontacteerd, staatsveiligheid heeft mij niet gecontacteerd en ook niemand van het federale
provinciale niveau heeft mij daarover gecontacteerd. Dus dat is een concreet antwoord op uw eerste vraag. Welke stappen wil ik nu ondernemen als bevoegd minister en coördinerend, zoals u correct hebt aangegeven in uw vraagstelling, om deze problematiek aan te pakken? U weet, collega's, dat het Vlaams actieplan ter preventie van gewelddadige radicalisering en polarisering betrekking heeft op alle ideologieën, denkbeelden en levensovertuiging die onze rechtsstaat zouden kunnen ondermijnen. Dit staat ook letterlijk in het plan. U spreekt hier nu alleen over extreem rechts, collega Anouri, maar extreem links wordt hier compleet vergeten. Ik denk dat dat ook een gevaar kan zijn. En ik wil nog meegeven, collega's, dat, en u kijkt naar de voorzitter, mevrouw Smiljant van de commissie, dat begin december nog een voorgangsrapportage gepland staat in dit parlement wat de, het Vlaams actieplan betreft. Het actieplan bestaat grotendeels voor ongeveer 80%, om exact te zijn, uit algemene maatregelen die relevant zijn in de aanpak van alle vormen van gewelddadige radicalisering en polarisering en dus ook in de aanpak van rechtsextremisme. Een zeer concreet voorbeeld, collega's, is de Radikstoel die werd ontwikkeld door de stad Antwerpen en die we nu verder zullen verspreiden in heel Vlaanderen. En die richt zich ook zeer concreet op alle vormen van radicalisering, dus niet alleen op jihadisme, maar ook extreem rechts, extreem links en alle mogelijke vormen die ertussen zitten. Daarnaast verwijs ik ook graag naar de verschillende maatregelen uit het actieplan rond het versterken van de weerbaarheid van jongeren, het stimuleren van actief en gedeeld burgerschap, het creëren van verbinding tussen mensen, het aanpakken van haatspraak, dus de zogenaamde haatspeech en haatpredikers en zo verder. En ook rechtsextremisme pakken we met zulke maatregelen aan. U hebt het, dacht ik, collega Anouri, in een vraagstelling gehad over de counter-narratives. Daar ook gaat het over elke vorm van extremisme, niet alleen het jihadisme, maar ook alle andere vormen van extremisme en polarisering en gevaar op radicalisering. En de details van al deze maatregelen staat dan ook uitvoerig beschreven in het actieplan. En zoals ik daarnet al heb gezegd, zal hier in december nog een voortgangsrapportage in dit parlement worden voorgesteld en besproken worden. We moeten, ik ben ervan overtuigd dat we rechtsextremisme even vastberaden moeten aanpakken als islamextremisme of jihadisme, zoals wil, maar ook linksextremisme. Ik denk dat dat zeer belangrijk is om u niet te focussen op één groep, maar in alle vormen van extremisme samen te kunnen aanpakken. Maar natuurlijk moeten we ook oog hebben voor de bezorgdheden van mensen over migratie, terreur en islam. Ik ben het op dat punt, en ik ga ervan uit dat u, en ik hoop dat u dat misschien ook gelezen heeft in de tijd van 8 september, het is nog niet zo heel lang geleden, de analyse van Christophe Busch, dat is de directeur van de Dossijn-kazerne, en hij geeft terecht aan dat als we deze bezorgdheden van mensen niet ernstig nemen, dus bezorgdheden over migratie, over terreur, over islam, een deel van de islam, dat we hem dan nog net meer naar extremere posities duwen en radicalisering op die manier in de hand werken. En wie ben ik om de directeur van de Dossijn-kazerne tegen te spreken in deze? Ik wil u zelfs nog een illustratie daarvan geven. In mei van dit jaar werden de resultaten van de survey Samenleving in Diversiteit voorgesteld. En daaruit blijkt dat de helft van de bevraagde Belgische herkomstgroep een spanningsveld ziet tussen de islamitische en de westerse levenswijze. We hebben die CIT-survey is ook al aan bod gekomen in deze commissie, ook al in andere commissie, ook al in de plenaire. En een krant, namelijk De Morgen, concludeerde hieruit dat de Vlamingen racistisch zijn ten opzichte van de moslims. Het is, denk ik, net zulke morele disqualificering, dat polarisering in de hand werkt. Ik heb de morgen daar ook op aangesproken, niet dat ze naar mij luisteren, maar ik vind dat zeer kwalijk dat men dan uitpakt met zo'n titels. Want dat is, zoals de directeur van de Dossijn-kazerne, absoluut allesbehalve bevorderlijk. Nu, samengevat, deze Vlaamse regering heeft een globale aanpak, zoals ik al gezegd heb, waarmee ze alle vormen van extremisme wil bestrijden, religieus, extreem rechts, extreem links en alles wat ertussen zit. En ook rechtsextremisme, want dat was uw concrete insteek van uw vraag, pakken we met dezelfde vastberadendheid en vanuit dezelfde filosofie aan. Nu, collega Anouri, als u vervolgens ook verwijst naar een rapport van Europol, voor alle duidelijkheid, het laatste beschikbaar rapport is dat uit 2017, maar dat maakt niet zoveel uit. Heb ik toch wel een aantal belangrijke conclusies wat ons land betreft. In 2017, dus dat komt uit dat Europol-rapport van 2017. Dus in 2017 werden er twee aanslagen gerapporteerd. En die waren beide van jihadistische strekkingen. Met andere woorden, er waren geen aanslagen vanuit separatistische hoek of vanuit extreem rechtse hoek. Ook niet vanuit extreem linkse hoek. Wel vanuit jihadistische
propagandistische hoek. En wat zien we als we nu gewoon België als land overstijgen en uitzoomen naar gans de Europese Unie? In 2017 vielen er in de Europese Unie 68 dodelijke slachtoffers en 844 gewonden bij terroristische aanslagen. En de overgrote meerderheid van de slachtoffers viel bij jihadistische aanslagen. Die had namelijk 62 doden en 819 gewonden. De 5 aanslagen in 2017 vanuit de extreemrechtse hoek werden enkel en allemaal gerapporteerd door het Verenigd Koninkrijk. Een van onze buurlanden, daar hebt u gelijk in, maar niet bij ons. En de aanslagen vanuit de separatistische hoek werden gerapporteerd door het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Spanje. En dat is, denk ik, mevrouw de voorzitter, een antwoord op de vraag die gesteld is door collega Anouri. Meneer Anouri, wenst u te repliceren aanvullende vragen? Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dat zal ik zeer graag doen. Dank u wel, mevrouw de minister, voor uw antwoord. U zegt dat u de vragen had verwacht. Ik vrees dat ik een beetje de antwoorden ook wel had verwacht. We zeggen voor een stuk hetzelfde, maar ik wil misschien eerst een paar dingen overlopen. Eens zegt u dat er geen contact is geweest met staatsveiligheid en federaal. Ik vraag me af of u dat een goede zaak vindt of niet, hè, want het zijn toch wel ontwikkelingen. Vindt u dat een goede zaak of niet? Zou u dan misschien zelf ook niet zelf stap kunnen ondernemen naar die mensen en zeggen van kijk, hallo jongens, we lezen hier van alles en nog wat. Is er iets wat ik als Vlaams coördineerd minister zou moeten weten, ja of nee? Of die denkt, nee prima, niemand vraagt mij iets, dus dat is oké zo. En dan laten we het bij, alles loopt zijn gangetje. Ik ben het eens, ik zal een paar gelijkenissen ook tussen u en ik aan kaarten. Eerst en vooral ben ik het volledig met u eens dat wat mij betreft elke vorm van extremisme moet bestreden worden. Ik heb dat hier in deze commissie en ook in andere commissie bijvoorbeeld van tegen radicalisering meermaals herhaald. Elke vorm van extremisme en vooral gewelddadig extremisme moet bestreden worden. Het gebruik van geweld is nooit een excuus, of dat nu extreem rechts is, extreem links, eenders welke vorm van ideologie of religie dat gebruikt wordt als schaamlapje. We aanvaarden dat niet en we moeten daar heel streng tegen optreden. Als u zegt van ja, kijk, die bezorgdheden die mensen hebben, moeten we voor een stuk ook wegnemen. Er is een voedingsbodem, dat zegt Christophe Bouche, dat klopt. Christophe Bouche heeft daar ook gezegd als het ging over jihadistische, religieuze aanslagen, mensen zich daartoe lieten verleiden. Ook daar werd gezegd, kijk jongens, bijvoorbeeld mensen die zich voelen uitgesloten, mensen die zich als een paria voelen behandeld, zijn een vogel voor de kat voor die extremistische ronselaars. Dus we moeten discriminatie en al die zaken wegnemen en mensen een plek geven in onze samenleving. En ik ben het daar volledig mee eens. Je moet die voedingsbodem wegnemen, maar tegelijkertijd is geen enkele vorm van die voedingsbodem een excuus voor het gebruik van gewelddadige radicalisering. Ik denk dat het iemand is van uw partij die zei, racisme kan nooit verklaren of goed praten dat je geweld gebruikt of extremistisch geweld. En dat klopt. Migratiestromen en de uitdagingen rond vluchtelingen enzovoort mogen nooit een excuus zijn voor het geweld van of het gebruiken van geweld en extremisme. Dus in die zin, uiteraard moet je inzetten op het wegnemen van de voedingsbodem, maar het een is geen excuus voor het ander. Laten we daar heel duidelijk over zijn. Als het gaat over die cijfers van Europol, dat klopt. Ik heb dat rapport ook zelf gedeeld op Twitter enkele dagen geleden, zodat iedereen dat ook kon zien. En het klopt wat u daar zegt. Ik heb ook in mijn vraagstelling duidelijk gezegd, we hebben nog altijd een probleem van religieus geïnspireerde aanslagen, jihadisme, daar mogen we niet laks in worden, maar tegelijkertijd zie je ook dat die extreemrechtse geweldplegingen een probleem worden en dat we daar waakzaam voor moeten zijn. In de ons omringende landen heb ik ook gezegd, ik heb in mijn initiële vraagstelling ook gezegd, we moeten ons gelukkig prijzen dat dat bij ons nog niet is gebeurd, maar je moet daar wel voor waakzaam zijn dat het niet naar hier doordruppelt. En in die zin, denk ik mevrouw de minister, dat we daar heel waakzaam over moeten zijn en dat we nu enkele stappen vooruit moeten denken. Mijn specifieke bijkomende vraag. U hebt eigenlijk in het algemeen gezegd, en verbeter mij subiet als ik niet juist ben, we zijn van alles aan het doen en dat tackelt alle vormen van radicalisering en extremisme op dit moment. De stappen die we nu zetten. Ik weet dat, dat u bijvoorbeeld een projectoproepen hebt gedaan, dat er verschillende organisaties op hebben ingetekend. Bijvoorbeeld de meeting points in Antwerpen vind ik een heel goede zaak, waar met verschillende jongeren, dat gaat dan vooral over jihadistische om het bekampen van jihadistische extremisme, om met jongeren in gesprek te gaan over religie, hun religieuze belevenis en hoe dat ze zich kunnen weren tegen mensen die, die oproepen tot jihadisme en extremisme. Dat is een zeer, zeer sterke zaak. Het gaat over het mondig maken en, van jongeren en het aanscherpen van de burgerzin en van een sterke burgers te maken. Ik vraag me af van al die projectoproepen die er vandaag de dag zijn ingevuld, hoeveel daarvan zijn er om jongeren weerbaar te maken tegen extreemrechtse groeperingen? Dat is een bijkomende vraag die ik heb om te weten of het effectief ook wel gebruikt wordt daarvoor, ja of nee, en of we daarover moeten nadenken. Dank u wel. Zijn er collega's die wensen aan te sluiten? Ja, mevrouw Sminati. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Collega, ik kan mij
niet van de indruk ontdoen dat er op het moment van de indiening van de vraag veel meer animo was rond dit thema dan op het moment van de vraagstelling. En dat komt natuurlijk door de PANO-reportage die wij allemaal gezien hebben en die wij, de inhoud ervan uiteraard, allemaal veroordelen. En wat u zegt klopt ook, hè. De berichten vanuit ons omringende landen zijn misschien zorgwekkend. Maar wat u niet vertelt in uw vraagstelling en waar we ondertussen toch wel wat toelichting en kadering rond gekregen hebben in de besloten zitting en waar we uiteraard niet in detail over kunnen en mogen treden, is toch wel het feit dat de actiebereidheid van die jongeren, extreem links en extreem rechts, dat die zeer laag ligt. Dat is toch wel niet echt een detail om mee te nemen in de vraag die hier vandaag wordt gesteld. Daarbij gezegd zijnde, moeten we ook wel weten dat onze veiligheidsdiensten, OCAT en Staatsveiligheid, dat zij ondertussen op de OCAT-lijst de namen van die jongeren waarover het gaat, dat zij die opgenomen hebben. En zoals de minister ook zegt, er wordt niet gesproken over extreem links in uw vraagstelling, terwijl we zien dat het aantal extreem linkse jongeren met gewelddadige ideeën, dat die wel vele malen hoger ligt dan de extreem rechtse. Maar dit gezegd zijnde, denk ik dat de conclusie duidelijk is. De veiligheidsdiensten hebben gehoor gegeven aan de oproep om die jongeren in het oog te houden. Ze hebben dat ook bevestigd hier. Ze hebben die op hun lijst gezet. Dus ik denk dat we daarnaast moeten blijven strijden tegen dat soort ideeën. Of dat nu ideologisch is of religieus van aard, maakt niet uit. Daar staan we op één lijn. Daar moeten we blijven vechten tegen dat soort waanideeën. Voilà, tot daar mijn tussenkomst. Collega's? Nee, mevrouw de minister. Ja, dank u, mevrouw de voorzitter. Nu, collega Noori, nee, ik heb totaal geen bijkomende informatie gekregen van de Staatsveiligheid of van de OCAT, zoals ik ook in mijn initiële antwoord heb aangegeven, los van datgene dat hier in besloten zitting is besproken. Dus ik kan er niet meer over zeggen dan dat. Het is ook, u weet, collega Noori, dat het niet is dat ik gewoon mijn telefoon moet oppakken en er ook had of naar de Staatsveiligheid bellen en dat ze mij dan alle informatie geven. Zo werkt dit jammer genoeg niet in dit het is toch wel een moeilijk land. Dat is al meermaals aan bod gekomen, ook als we het over andere thema's hadden. Nu, ik wil wel nog meegeven, u verwijst concreet naar het project met de meeting points. Ik wil meegeven, collega's, dat die projecten natuurlijk meestal generiek van aard zijn. Dat ze ook het weerbaar maken van jongeren, dat gaat over alle vormen van extremisme die daar aan bod kunnen komen. Ik denk dat het ook wel belangrijk is dat die, om mee te geven dat die ook in detail aan bod komen in de voortgangsreportage. En bijkomend, en dat is misschien, dat kan u misschien wel bevredigen in mijn antwoord, is dat we ook met deze, met verschillende jongeren, dus met verschillende jongeren, ook in dialoog gaan gaan. Om te vragen wat ze eigenlijk van zulke meeting points, om uw eigen voorbeeld te gebruiken, wat ze van zulke acties vinden. Of dat het nog beter kan aangepakt worden, of dat het misschien nog breder moet. Maar we gaan zelf ook in dialoog. En op basis daarvan kunnen we de voortgangsreportage en het actieplan al dan niet nog bijsturen. Maar ik denk dat dat zeer zinvol is dat we dat doen. Slotwoord, meneer Anouri. Ja. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dank u wel, ook mevrouw de minister, voor uw antwoord en collega Seminati om aan te sluiten. Eerst en vooral over de animo van de vraag. Ik hoop dat de animo altijd hoog is of groot is voor eenders welke vraag die gaat over het aanpakken van extremisme en mogelijke risico's op geweldpleging. En ik denk dat dat niet afhankelijk moet zijn van een tv-uitzending. Bovendien, ik heb er net al gezegd dat voor mij elke vorm van extremisme verwerpelijk is en elke vorm van geweldpleging. Ik wil dat nog eens herhalen voor een derde keer. Ik heb het al vaak gezegd. Voor mij is het extreem rechts, extreem links, religieus geïnspireerd.
Maar als u werkelijk dat ook zo'n probleem vindt, niks houdt u tegen natuurlijk om zelf een vraag daarover te stellen. In plaats van als er een vraag wordt gesteld over toch een heel actueel thema waar ook Europol en andere organisaties over bezig zijn, daar een beetje een zijstapje naartoe te maken. Bovendien, ik ga ook niks zeggen over de gesloten zitting die er is geweest, maar toch heel kort op wat u hebt gezegd. Namelijk van ja, er is een lage actiebereidheid bij de jongeren van het extreem rechts, maar toch worden ze op een lijst gezet nu en staan ze opgenomen bij staatsveiligheid, hebt u zelf gezegd. Ja, dat lijkt me dan toch twee verschillende dingen. Hè. Als het werkelijk een lage actiebereidheid is of iets waar we ons niet te veel zorgen over moeten maken, denk ik niet dat de bepaalde veiligheidsdiensten hen dan ook zullen opvolgen. Ik neem aan dat ze opgevolgd worden om een reden. Wat mij terugbrengt tot mijn initiële vraagstelling of mijn initiële opmerking. Ik denk dat er verschillende vormen zijn van extremisme die een maatschappij kunnen gijzelen. Ik denk dat we terecht de afgelopen jaren veel hebben gewerkt rond het meest actuele probleem, namelijk religieus geïnspireerd extremisme. Maar het is niet de enige vorm en de enige gevaar die wij als maatschappij op dit moment zien. Je merkt in Europa een opkomst, collega's, van extreem rechts geweld, van extreem rechtse radicalisering. Verschillende jongere mensen worden daardoor gegrepen en we moeten daar als maatschappij weerbaar voor zijn. En dat zijn we wat mij betreft op dit moment te weinig. We moeten daar ook de nodige aandacht aan geven. Want anders, collega's, zullen we pas in actie schieten. En dat wil ik niet nog eens meemaken als er iets gebeurt waarin dodelijke slachtoffers vallen en we ons dan de vraag zullen stellen waar hebben we de fouten gemaakt. Dit is iets dat we nu moeten oppakken. En mevrouw de minister, dan zullen we het inderdaad er verder hebben over de voortgangsrapportage met MSC Ahlan die u aanhaalt en zegt van ja, of de meeting points, van ja, dat is een generieke manier van aanpakken. Ja, laten we eerlijk zijn, we hebben maatwerk nodig. We moeten de jongeren die kwetsbaar zijn voor een bepaalde vorm van radicalisering op die plekken gaan vinden waar ze zijn. En bij een bepaalde organisatie die meeting point organiseert, waar vooral religieuze topics aan bod komen, ja, zul je weinig mensen bereiken die natuurlijk risico lopen om gegrepen te worden door extreemrechtsradicalisering. Dus ik denk dat je daar niet te generiek in mag denken, dat je maatwerk nodig hebt en daar zie ik het vandaag de dag nog niet. Oké, dank u wel. Dan kunnen we deze vraag afsluiten en overgaan tot de vraag om uitleg van mevrouw Nadia Sminati over de auditrapporten die Audit Vlaanderen bij de lokale besturen heeft uitgevoerd. Mevrouw Sminati. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Mevrouw de minister, momenteel zijn er heel wat gemeenten en steden die een audit van Audit Vlaanderen hebben gekregen. Mijn gemeente is momenteel aan het samenwerken met Audit Vlaanderen om de procedures in mijn gemeente te bekijken. Ik vind dat heel interessant, zo'n procedure. Mijn vraag gaat eigenlijk over hoe een gemeente moet omgaan met de informatie die ze krijgen van Audit Vlaanderen. En natuurlijk is daar een grote tegenstelling in hoe je daarmee moet omgaan als het over een organisatie- of thema-audit gaat, tegenover als het over een forensische audit gaat. Dus ik had daarom verschillende vragen, mevrouw de minister. Of u, ten eerste of u van oordeel bent dat de resultaten van zo'n organisatie- of thema-audit, of dat die moeten besproken worden op de gemeenteraad. Ten tweede zou ik van u graag willen weten of het verantwoord is dat zo'n auditrapport in besloten vergadering zou besproken worden. Ten derde, is de minister van plan om een toetsingskader voor de lokale besturen uit te werken, zodat de resultaten van die audit, want daar gaat het uiteindelijk toch om, of dat zij op die manier die kunnen gaan vergelijken met andere besturen. Want op dat moment kunnen ook besturen die geen audit hebben gedaan of gekregen, hun werking gaan verbeteren door dat te gaan vergelijken. Ten vierde, bij een forensische audit is er een vermelding strikt vertrouwelijk. Ik zou graag van u willen weten wat dat precies inhoudt. En tenslotte, bent u van plan om richtlijnen naar de lokale besturen te verspreiden over hoe zij moeten omgaan met de auditrapporten van Audit Vlaanderen? En dan vooral gaat het uiteraard over die forensische audit. Mevrouw de minister. Ja, collega, om uw eerste vraag van antwoord te dienen, vind ik dat een organisatie of een thema-audit moet besproken worden in de gemeenteraad. Mijn antwoord erop is ja.
Ik vind van wel. Interne controle of organisatiebeheersing bij een lokaal bestuur is in mijn ogen absoluut cruciaal. En het gemeentedecreet en het decreet lokaal bestuur laat daar ook geen enkele twijfel over bestaan. Volgens die decreten moet een gemeente een organisatiebeheersingssysteem hebben. Moet er ook jaarlijks over gerapporteerd worden aan de gemeenteraad door de algemeen directeur. En het moet ook periodiek geauditeerd worden door Audit Vlaanderen. Anders dan in het voormalige gemeentedecreet dat is opgegaan in het decreet lokaal bestuur, wordt nu zelfs bepaald dat het rapport van Audit Vlaanderen aan de voorzitter van de raad moet bezorgd worden en de voorzitter moet het aan de raadsleden bezorgen. Dus dat is nu het decreet lokaal bestuur. Dat is een wijziging ten opzichte van het voormalige gemeentedecreet. Dat laat volgens mij, collega's, weinig twijfel bestaan over het belang dat wij allen hechten aan de gemeentelijke organisatiebeheersing en aan de rapporten van Audit Vlaanderen en natuurlijk ook aan de opvolging ervan. Want ik kan wel rapporten hebben, maar als die niet worden opgevolgd, dan is dat ook, heeft dat ook natuurlijk weinig nut. Ik vind dat de Raad het aan de raadsleden bezorgde organisatie auditrapport moet bespreken, maar de gemeenteraad bepaalt dat natuurlijk wel zelf. Net zozeer dat de directeur de raad moet rapporteren over het organisatiebeheringssysteem. Uw tweede vraag vind ik het verantwoord dat een auditrapport in besloten vergadering wordt besproken, louter en alleen om de aanmerking van Audit Vlaanderen over de werking van het bestuur naar de buitenwereld verborgen te houden. Ik denk dat een openbaar debat in de gemeenteraad ook cruciaal is voor de lokale democratie. Dus ik vind dat eigenlijk wel dat dat moet gebeuren. Ook over het algemeen functioneren van de gemeentelijke administratie en de mate waarin de organisatie georganiseerd is om doelstellingen efficiënt en integer te realiseren. Daar moet dat ook kunnen, is mijn mening. En in het gemeentedecreet en ook dus in het decreet lokaal bestuur wordt opgesomd wanneer kan afgeweken worden van de regel van openbaarheid van vergadering. Eén, als het gaat om aangelegenheden die de persoonlijke levenssfeer raken. En als er een tweederde meerderheid beslist, maar een tweederde meerderheid van de gemeenteraad. Dat is niet per definitie alleen de meerderheid, maar kan tweederde. Dat wil eigenlijk dikwijls zeggen dat ook de oppositie een stuk toch moet stemmen aanleveren om aan die tweederde meerderheid te komen. Als die meerderheid dan beslist tot besloten vergadering in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid. Dan uw derde vraag. Ga ik een toetsingkader uitwerken zodat besturen de resultaten van audits van Audit Vlaanderen kunnen vergelijken met andere besturen? Nee, dat ga ik niet doen. Waarom niet? Omdat Audit Vlaanderen een onafhankelijke organisatie is. En die organisatie reikt de besturen zelf de nodige instrumenten aan om aan de slag te kunnen gaan met de resultaten van de audits. En Audit Vlaanderen heeft ook al heel wat nuttige initiatieven genomen. Zo publiceert het globale rapporten over de thema-audits en ook over de algemene organisatie-audits. En in die rapporten staat heel duidelijk aangegeven wat er goed loopt en waar er pijnpunten zijn. Ook kunnen de niet-geauditeerde organisaties zich informeren over de belangrijkste bevindingen, de eigen organisatie hiermee vergelijken en hiermee al dan niet rekening houden bij de uitbouw van hun systeem van organisatiebeheersing. Dus ook die staan ook allemaal publiek, hè. Dat is geen geheim. En ook wat doet Audit Vlaanderen nog? Het publiceert ook goede praktijken van lokale besturen. En dit zijn werkmethoden die een interne procedure bij Audit Vlaanderen doorstaan hebben en ook goedgekeurd werden. En waaraan andere lokale besturen zich kunnen spiegelen indien dat gewenst is. Samen met mijn administratie en de provincie-gouverneurs organiseert Audit Vlaanderen bovendien ook studiedagen over de belangrijkste vaststellingen uit de globale rapporten. En ook daar kunnen natuurlijk lokale besturen, gemeenten en steden inspirerende voorbeelden opdoen. Wat houdt dan concrete vermelding strikt vertrouwelijk in op een forensisch rapport? En wat zijn de redenen daar voor de vertrouwelijkheid? Een rapport, u weet dat er drie soorten van audits zijn. De forensische audit is eigenlijk de strafste soort, als ik het zo mag uitdrukken. En bevat meestal beschrijvingen van gedraging of handelingen van bij naam genoemde of gemakkelijk geïdentificeerbare natuurlijke personen. En dit is natuurlijk zeer privacygevoelige informatie, vandaar de vermelding strikt vertrouwelijk op deze rapport. Het lokale bestuur moet dan ook zeer omzichtig omgaan met de informatie die in zulke rapporten vervat zit. En zodra Audit Vlaanderen het auditrapport heeft opgeleverd aan het bestuur, verkrijgt dit rapport de hoedanigheid van een bestuursdocument.
Overheden mogen niet alle bestuursdocumenten zomaar openbaar maken. En zo mag de openbaarmaking van een bestuursdocument bijvoorbeeld geen afbreuk doen aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het lokale bestuur moet zowel de privacywetgeving als het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur in acht nemen. Dit geldt zowel voor de beslissing om het rapport in openbare of in gesloten zitting te bespreken, als voor de beslissing om het al dan niet in te gaan op vragen over de openbaarheid van bestuur met betrekking tot het forensische auditrapport. Dan wat uw laatste vraag betreft, ga ik de richtlijnen verspreiden met het omgaan met auditrapporten van Audit Vlaanderen, in het bijzonder met een rapport van forensische audit. Ja, uw vraag naar de richtlijnen voor de lokale besturen over hoe omgaan met een forensische audit is een absoluut terechte vraag, want ik heb u daarnet eigenlijk al een beetje de knelpunten wat daar toch wel mee gepaard gaan aangegeven. En lokale besturen worden, en ik hoop dat toch, laten we dat hopen, we weten dat natuurlijk ook wel een beetje, slechts uitzonderlijk met een dergelijke rapport geconfronteerd, dus met een forensische audit. En het is natuurlijk niet onlogisch dat een bestuur vragen heeft hierbij en natuurlijk ook geen fouten wil maken. Het is een vraag die overigens reeds eerder is geopperd, ook in het auditcomité van de lokale besturen. En om aan deze vraag tegemoet te komen, hebben Audit Vlaanderen, de VVSG en ABB inderdaad het initiatief genomen om hierover een handreiking, dat is geen handleiding, collega's, dat noemt officieel een handreiking, te ontwikkelen. En deze handreiking is intussen via de webstack van Audit Vlaanderen en de VVSG ook beschikbaar gesteld voor alle lokale besturen. En de volgende onderwerpen zullen erin aan bod komen, of komen erin aan bod. Het verloop van een forensische audit en de samenwerking tussen Audit Vlaanderen en het lokale bestuur. Ook informatieverspreiding tijdens de audit. Maatregelen tegen mogelijk, tussen aanhalingstekens, betrokken personeelsleden. Ook informatieverspreiding na de audit, wat de openbaarheid van bestuur betreft. Ook de bespreking van het rapport tijdens een openbare of een gesloten raadszitting. Ook beroepsgeheim en discretieplicht. En ook mogelijke gerechtelijke stappen. Dus de handreiking is een soort eerste hulp voor lokale besturen bij een forensische audit, als ik het zo mag noemen. En het is ook mogelijk dat deze handreiking in de toekomst wordt bijgeschaafd wanneer er hieromtrent aanvullende inzichten zouden zijn. Dus het is geen statisch document, het is een document dat naar verloop van tijd en ook als lokale besturen meer inzichten hebben aangeleverd, dat al absoluut kan bijgevuld worden, zodanig dat een handreiking niet statisch, maar wel dynamisch wordt. Mevrouw Spinati. Dank u wel, mevrouw de minister, voor uw antwoord. Ik vind het een zeer goede zaak dat u zegt dat het belangrijk is dat er in openbare zitting kan gedebatteerd worden over die audits. Want het is natuurlijk de bedoeling dat de besturen aan de slag gaan met de tips en de opmerkingen die daarin staan. Het zou natuurlijk jammer zijn als besturen waarin een ruime meerderheid is, dat zij die meerderheid gebruiken om het dan toch achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Maar dat is nu eenmaal hun recht. U spreekt over die handreiking. Ik heb die ook gelezen. En ik had daar nog één bijkomende vraag over. Daar staat in dat de organisatie het rapport van een forensische audit wel deels moet bekendmaken aan de aanvrager, wanneer die kan aantonen dat hij rechtstreeks en persoonlijk in zijn rechtssituatie wordt geraakt. Dan vraag ik mij af of bijvoorbeeld belastingbetalers die financiële belangen hebben bij wat er natuurlijk gebeurd is in die gemeente, of zij dat kunnen opvragen, dat rapport, en dat deels of geheel moet overgemaakt worden aan die persoon. En nog collega's? Nee, mevrouw de minister. Ja, misschien met die laatste, of met de bijkomende concrete vraag van collega Spinaat te beginnen. Ja, er bestaat eigenlijk geen algemene regel over. Dat wordt casus per casus bekeken. Soms is ook advies van het parket nodig. Dus dat wordt gewoon casus per casus bekeken. Ik wil dan misschien toch nog eens herhalen, collega's, wat ik ook in het begin van mijn antwoord heb gezegd.
dat het wat het thema in de organisatieaudit betreft, dus ik heb het niet over de forensische, u hebt allemaal door dat dat een aparte categorie is, dat ook het decreet lokaal bestuur er eigenlijk heeft voor gezorgd dat er meer kan over gedebatteerd worden in openbaarheid in de gemeenteraad, omdat we nu ook hebben aangehaald dat het rapport, of de rapporten, als het voor zover het die twee soorten van audits zijn, aan de voorzitter van de raad moet bezorgd worden en dat de voorzitter het ook aan de raadsleden moet bezorgen en dat het ook niet tot voor kort was het, ze kregen het en ze konden het bezorgen of ze konden het gaan inkijken, maar nu is het verplicht dat de voorzitter van de gemeenteraad het bezorgt aan de raadsleden en dan kan er al dan niet met welke meerderheid dan ook besloten worden om het in openbaarheid van de zitting te bespreken. Bemerking? Nee. Tot het ontwerp van decreet betreffende het vervreemden van onroerende domeingoederen en het vestigen en vervreemden van zakelijke rechten door de Vlaamse gemeenschap en het Vlaamse gewest. Wie wenst er verslaggever te zijn? Heer Maartens? Ik zou graag collega Sminati voorstellen. Oké, dan duiden we mevrouw Sminati aan. Mevrouw de minister, heeft het woord. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, ik ga het eigenlijk heel kort houden, want ik neem aan dat u ook het decreet hebt gelezen. Waar gaat dit eigenlijk over? Het gaat over het kunnen faciliteren van een economisch performant beheer, zodat de Vlaamse overheid op een vlotte wijze haar vastgoed kan beheren en ook kan vervreemden indien nodig. Natuurlijk dat allemaal in functie van de marktomstandigheden of van de opportuniteiten. U weet of u weet niet, maar dan weet u het bij deze, dat tot op de dag van vandaag gewerkt werd op basis van een oude federale wet, namelijk de wet van 31 mei 1923, collega's. We zijn 2018, dus ik vond het wel eens tijd voor een eigen Vlaams decreet. En die wet heeft de titel betreffende de vervreemding van onroerend domein goederen. Ik wil nog meegeven, collega's, dat dit ontwerp van decreet, wat het toepassingsgebied betreft, dat het over alle onroerende goederen gaat in eigendom van de Vlaamse gemeenschap of van het Vlaams gewest. En dat dit decreet niet handelt over de goederen in eigendom van de rechtspersonen, want dat wordt behandeld in hun oprichtingsdecreten in casu met algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Ja, zijn er collega's die wensen tussen te komen? Meneer de Meulemeester. Dank u wel, mevrouw de voorzitter, mevrouw de minister, collega's. Ik kan eveneens zeer kort zijn. Dus het decreet geeft inderdaad de bevoegdheid aan de Vlaamse regering om publieke domeingoederen te vervreemden. Waar er dus een dubbele parlementaire controle voorzien is. Eén, dus die algemene rapporteringsplicht om een evaluatie a posteriori mogelijk te maken. Die vervat zit in artikel 3 van het decreet en 2, een voorafgaande toestemming van het parlement bij het vervreemden van goederen met een geschatte waarde van meer dan 10 miljoen euro. Het decreet laat wel toe om hiervan af te wijken wanneer dus er voldoende publiciteit werd gemaakt en wanneer zo een publiciteit de financiële en economische belangen ernstig zou schaden of in voorkomend geval wanneer de vervreemding er komt via een onteigening van algemeen nut. Dus ik kan algemeen besluiten dus dat het decreet voor een stabielere juridische basis zorgt om de regering de bevoegdheid te geven verantwoord om te gaan met het openbaar domein. Het bevat ook een correct evenwicht tussen de noodzakelijke flexibiliteit, dat mag gezegd worden, voor de regering en de even grote noodzakelijke controlemogelijkheid voor het parlement, toch wel zeer belangrijk, zodanig dat wij als Open VLD-fractie ons zeer goed kunnen vinden in dit ontwerp van decreet. Dank u wel. Dennis? Dank u, voorzitter. Een korte bedenking en ook een vraag. Dus de bedenking is dat het een goede zaak is dat dit nu structureel, decretaal geregeld is en dat we niet meer afhankelijk zijn van bepalingen in het programmadecreet over de machtiging tot verkoop van vastgoed. Dus er is nu een goed kader. Er is ook parlementaire controle voorzien, dus dat is positief. Wel een vraag. Er staat ergens dat wanneer het vervreemde goed geen hogere waarde heeft dan 37.500 euro, aanpalende eigenaars niet moeten geïnformeerd worden. Men vindt het dan, als het gaat om iets van algemeen belang, en ik denk bijvoorbeeld aan fietspaddossiers of zo. Maar de vraag is toch, waarom die uitzondering? Want ik denk dat we in een tijd leven dat mensen graag
als aangrenzende eigenaars toch geïnformeerd worden over wat er allemaal gebeurt. En dat het tegenwoordig toch allemaal niet zo moeilijk moet kunnen zijn om die gegevens terug te vinden, hoe je die mensen kan informeren. Dus eerder de vraag waarom, dat als we misschien kunnen zeggen, ja, dat gaat niet om gigantische bedragen en dat gaat iets meer werk meebrengen, oké. Maar toch de vraag eigenlijk waarom er in dat geval dan niet kan gecommuniceerd worden met die aanpalende eigenaars, want die voelen zich tenslotte toch ook wel betrokken. En het lijkt ons een kleine vorm bijkomend werk voor toch een goede vorm van dienstverlening vanuit de overheid. Mevrouw Sminati. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik had één heel concrete vraag, namelijk over het meest voordelige bod. Daar staat in de toelichting dat het meest voordelige bod niet enkel mag geïnterpreteerd worden in termen van de hoogst geboden prijs, wat mij logisch lijkt. De voordeligheid van de verschillende biedingen zal moeten worden beoordeeld worden in het licht van verschillende elementen. En dan gaat het nog even door, maar er wordt nergens gespecificeerd wat die verschillende elementen kunnen inhouden. Dus ik had daar graag wat meer informatie over gekregen. Dus dat het niet enkel mag beoordeeld worden op de prijs, maar waarop dan wel? Meneer Terloor. Ja, dank u wel, voorzitter. Enkel om toe te voegen, collega's, dat ook wij dit ontwerp van decreet gaan steunen, omdat het een meer werkbare procedure bevat, dat de rechtszekerheid wordt geboden en ja, de controle ook die kan uitgeoefend worden. Dus vandaar dat wij dit ontwerp van decreet zullen steunen. Nog collega's? Nee, mevrouw de minister. Ja, dank aan de SPA-fractie voor de constructieve houding in deze. De vraag van collega Sminati. Het hoogste bod houdt inderdaad niet enkel alleen rekening met de prijs, maar ook met de kwaliteit van het project. Vandaar dat het zo omschreven staat in het voorontwerp van de decreet dat nu voor ligt. Dan nog een andere concrete vraag die ook collega de Meulemeester, dank u voor uw constructieve opmerking en al de rest van de collega's natuurlijk ook. Meneer Kennis, u had een vraag van moeten de aanpallende eigenaars aangeschreven worden? Nu, wij moeten dat niet meer doen, maar we mogen dat wel doen. En ik kan u ook meegeven, en er zit iemand van de administratie die dat weet, dat gaat over als het minder onroerend goed minder is dan €37.500 in waarde. Maar in de praktijk brengt de vastgoedtransactie altijd de mensen op de hoogte. Dat wordt eigenlijk in de praktijk altijd gedaan. Nu staat er gestipuleerd dat ze niet moeten, maar ze mogen wel. Maar in de praktijk gebeurt het eigenlijk altijd. Ik ben heel tevreden met het antwoord van de minister. Ja, oké. Okay. Nog tussenkomsten? Nee? Kunnen we dan overgaan tot de stemming? Ja. We zullen eerst artikels gewijs. Artikel 1, wie is voor? Wie is tegen? Onthouden? Nee. Mag ik dezelfde stemming aannemen voor de andere artikelen? Ja. Dan kunnen we nog een keer stemmen over het geheel. Wie is voor? Wie is tegen? Oké, dank u. Dan kunnen we nu overgaan tot het ontwerp van decreet betreffende het Vlaams Pensioenfonds en het publieke pensioenstelsel voor de werknemers van de diensten van de Vlaamse overheid en andere besturen. Wie is graag verslaggever? Meneer de Meulemeester? Ja, oké. Okay. En meneer de Loor, ja. Oké, en dan gaan we nu het woord geven aan mevrouw de minister. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ook hier kan ik redelijk kort zijn. Er is al heel veel gezegd over die tweede pensioenpijler. En dan natuurlijk ook dit decreet regelt de oprichting van het Vlaams Pensioenfonds. U weet dat in het regeerakkoord sprake was dat er werk zou gemaakt worden van de uitbouw van een tweede pensioenpijler voor de contractuele medewerkers, die tot op de dag van vandaag niet bestond. Om uitvoering te kunnen geven aan dit voornemen in het regeerakkoord moest wel worden voldaan aan twee cumulatieve voorwaarden. Eén, moest er een wettelijk kader worden gecreëerd voor de toekenning van een aanvullend pensioen in de publieke sector. En ten tweede, moest er natuurlijk uiteraard, is evident, ook het nodige budget hiervoor worden uitgetrokken.
Aan beide voorwaarden is intussen voldaan. Op initiatief van de federale regering heeft het federaal parlement ondertussen de WAP-wet goedgekeurd. En deze wet vertaalt de wet op de aanvullende pensioenen, dus de WAP-wet van 2003, aan de hand van enkele aanvullende bepalingen door naar de publieke sector. En twee, bij de begrotingsbesprekingen van eind 2017 heb ik ook het nodige budget vrijgemaakt voor de uitbouw van de tweede pensioenpijler, namelijk 22 miljoen, waarvan 21 miljoen voor de eenmalige bedragen bijdrage te betalen in 2018 en 2019 en 1 miljoen euro voor de opstartkosten. Ik kan u ook meegeven dat de betrokken personeelsleden retroactief zullen genieten van een tweede pensioenpijler vanaf 1 januari 2018. Met dit decreet, collega's, zoals het de dag van vandaag hier in deze commissie voor ligt, wordt uitvoering gegeven aan de voormelde afspraak in het Vlaams regeerakkoord en wordt de Vlaamse regering gemachtigd een Vlaams pensioenfonds op te richten. Het betreft een organisme van financiering voor de financiering van pensioenen dat de vorm krijgt van een privaatrechtelijk extern verzelfstandig agentschap. En dit decreet regelt de oprichting, de samenstelling, de bevoegdheid en de werking en de toezicht ervan. Wie wenst tussen te komen? Ja, meneer de burgemeester. Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Dus het is inderdaad zo dus dat met dit decreet de regering uitvoering geeft aan een toch wel belangrijke toezegging aan het contractueel overheidspersoneel, namelijk een tweede pensioenpijler. Daarmee wordt enerzijds de pensioenkloof tussen statutair en contractueel deels gedicht en anderzijds wordt een contractuele betrekking bij de overheid, dat mag gezegd worden, toch aantrekkelijker, zodat de overheid beter in staat is om ook geëngageerde werknemers aan te trekken. Nu, het gaat over ongeveer 8500 contractuele personeelsleden, dus die in het nieuwe systeem zullen stappen. En in de begroting 2018 is daar een bedrag voorzien van 22 miljoen euro voor de opstart van het pensioenfonds en de eerste bijdragen. Vanaf 2020 volgt dan een structurele bijdrage, dus die vastgesteld is op 3%. Nu enkele vragen daaromtrent. In de eerste plaats de keuze voor een fonds versus een groepsverzekering. Men heeft dus om allerhande redenen gekozen voor de oprichting van een fonds. Onder meer waar een syndicale betrokkenheid, meer flexibiliteit in zaken activa-beheer, meer een verlengstuk van de werkgever. En niet voor een groepsverzekering. Die keuze is, denk ik, volgens ons enkel verdedigbaar op voorwaarde dat het nieuwe fonds geen logge en zware instelling wordt met een te hoge werkingskost. En misschien daar, mevrouw de minister, toch iets meer uitleg en toelichting over waarom dus dat die keuze werd gemaakt. Twee, opvallend is dat het decreet de lokale besturen de mogelijkheid geeft om aan te sluiten bij het nieuwe pensioenfonds. VVSG had hier reeds vragen bij, omdat bijna al die besturen al enkele jaren over een tweede pensioenpijler voor hun contractuelen beschikken. Vooral aangesloten toch wel in hoofdzaak bij ETIAS VVSG groepsverzekering. Bovendien is het aantal lokale contractuelen dat intussen door één van de bestaande stelsels wordt bediend ongeveer bijna 10 keer zo groot als het aantal Vlaamse contractanten. En de VVSG vroeg zich daarom ook af waarom Vlaanderen zelf geen aansluiting heeft gezocht bij wat er lokaal al bestaat. Was het dus geen optie om aan te sluiten bij de groepsverzekering van ETIAS? En is het de bedoeling van het nieuwe pensioenfonds om volop de concurrentie aan te gaan met de lokale groepsverzekering? Met andere woorden, eigenlijk gaat men actief de lokale besturen benaderen om over te stappen. Misschien is dat een wel overwogen keuze, maar ik denk dat het wel een belangrijke keuze is natuurlijk. En het is toch wel belangrijk dat we hier een beetje meer toelichting krijgen bij die keuze die de regering gemaakt heeft. Ik neem aan wel overwogen overwegingen die eraan aan ter grondslag liggen. Maar inderdaad, het is toch wel zo dus dat, dat we eigenlijk nu met twee systemen zitten. En dat eigenlijk toch wel die keuze gemaakt is door de Vlaamse regering. En daar zou ik toch wel iets meer toelichting bij wensen. Oké, wie wenst nog dus te komen? Ja, meneer Beloor. Ja, dank u wel, voorzitter.
Op ons beurt zijn wij als SPA-fractie heel tevreden met het, dat dit eindelijk concreet wordt. Het is opgenomen in het regeerakkoord van 2014. Het is ook opgenomen in de beleidsnota, in de beleidsbrieven. De verschillende beleidsbrieven hebben we het hier al verschillende keren en in ruime mate over gehad binnen deze commissie ook. We hebben er ook al meermaals op aangedrongen om daar werk van te maken, net zoals de vakorganisaties dat hebben gedaan. Met andere woorden, collega's, komt geen dag te vroeg. Ik ben ook blij, mevrouw de minister, dat u zegt dat met terugwerkende kracht wordt, een stuk met terugwerkende kracht wordt toegepast. Maar toch ook de vraag, ja, er zou 3% van het bruto loon in het fonds worden gestort. De vraag waarom werd niet ingegaan op de vraag of de eis van de drie vakorganisaties om een hoger percentage te hanteren. Dus daar had ik graag wel meer uitleg over gekregen. Meneer Maartens. Ja, dank u. Mevrouw de minister, dank u wel om het ontwerp hier kort voor te stellen. Dank u wel ook aan de collega, de Meulemeester, die wat extra toelichting nog heeft gegeven. En uiteindelijk denk ik dat wij de meerwaarde, net als de collega, kunnen zien. We weten dat de kloof nu tussen statutaire en contractuele medewerkers, dat die vandaag te groot is, dat we die moeten dichtrijden. Dat is een van de elementen daartoe. Is het aanvullend pensioen voor, of de tweede pijler, ik zal het zo zeggen, het zal correcter zijn, de tweede pijler in de pensioenproblematiek, dus de tweede pensioenpijler, om die via het pensioenfonds, zoals hier wordt voorgesteld, om die toe te dienen, of die toch, hoe moet ik dat gaan zeggen, om die op te richten. Belangrijk daarbij is de keuze inderdaad tussen een fonds en een aanvullende verzekering, een groepsverzekering, zoals dat nu gebeurt in de lokale besturen. Dan kan je de vraag stellen, moet je als Vlaamse overheid aansluiten op zo'n verzekering? Of omgekeerd, moet je een fonds oprichten waar je dan de lokale besturen de vrijheid geeft om al dan niet aan te sluiten? Er is nu gekozen voor een pensioenfonds en dat zal niet in het minst onder invloed van de vakorganisaties geweest zijn en onder druk van de syndicale organisaties geweest zijn. Maar ik denk dat een aanvullend pensioenfonds toch ook een aantal andere voordelen heeft. Denk zeker als je de schaalgrootte bekijkt, dat een fonds te verantwoorden valt, al zal, en daar steun ik wel de collega, al zal het er nog moeten blijken dat de overheidskost van zo'n fonds niet groter wordt of te groot is om het te handhaven. Er is gekozen voor 3% van het bruto loon bijdragen. Nu, mijn vraag is, één, in welke mate kan daar voor lokale besturen die zouden instappen van afgeweken worden? Want dat is natuurlijk een verhoging in vergelijking met het gemiddelde dat vandaag in Vlaanderen wordt betaald aan die aanvullende pensioenverzekering dan. Twee, als je lokale besturen de kans geeft om toe te treden tot dat pensioenfonds, dat heeft dat natuurlijk een aantal gevolgen uiteraard. Men moet overstappen op een bepaald moment. Wat zijn, mevrouw de minister, de gevolgen voor het personeel als, als de gemeente, als de stad op een bepaald moment beslist over te stappen van het verzekeringsinitiatief dat zij vandaag kennen naar het Vlaams pensioenfonds? En daarmee gepaard een derde vraag. Ik denk dat heel veel lokale besturen en zeker ook de medewerkers, maar ook de betrokken bestuurders, dat die graag de eventuele gevolgen kennen vooraleer ze beslissen om al dan niet in te stappen in dat Vlaams pensioenfonds. Dus wil ik benadrukken dat er een zeer goede communicatie moet zijn, dat er een zeer goede uitleg moet komen naar die verschillende lokale besturen, dat er ook heel duidelijk moet, of duidelijkheid moet zijn over de termijn van inwerkingtreding. En mijn vraag was daar, hebt u daar al meer zicht op? Ja, mevrouw Pierra. Dank u, mevrouw de voorzitter. Mevrouw de minister, ook wij kunnen ons vinden in het voorliggend decreet. Wij hebben wel net een amendement ingediend dat te maken heeft met een duurzamer beleggingsbeleid, eigenlijk een beetje parallel met het Europees Parlement. Dat heeft ingestemd met de herziening van de Europese pensioenrichtlijn, waarin gekozen wordt voor een duurzamer beleggingsbeleid. In die richtlijn worden pensioenfondsen verplicht duurzaamheid mee te nemen in hun beleggingsbeleid. Moeten de risico's van klimaatverandering en CO2-intensieve beleggingen, zoals in kolen, olie of gasbedrijven, in kaart gebracht worden? Kunnen pensioenfondsen financieel rendement niet langer als excuus gebruiken om onverantwoord te beleggen?
en moeten ze transparant worden over hun duurzaamheid. In navolging hiervan is ons voorstel, zou de Vlaamse regering ook ethische en duurzaamheidscriteria kunnen afspreken voor beleggingen van middelen van het Vlaams pensioenfonds en voor het pensioenfonds van de Vlaamse volksvertegenwoordigers werden soortgelijke regels overeengekomen. Daarom voegen wij in dit amendement in artikel 9 een extra punt op. 3.1. Nadere voorwaarden die de Vlaamse regering kan opleggen in verband met het ethisch en duurzaam beheer in caso het beleggen van de financiële middelen vervat in het fonds. Dag collega's, meneer Kennis. Dank u, voorzitter. Ik wil onze waardering uitdrukken voor het feit dus dat dit belangrijk punt uit het Vlaams regeerakkoord nu concreet vorm krijgt in een decreet. In de afgelopen jaren heb ik daar ook geregeld naar de stand van zaken gevraagd. En dus nu ligt het voor. We gaan dat zo dadelijk, denk ik, met ruim draagvlak goedkeuren. We hebben nog een vraag in verband met de samenstelling van die raad van bestuur. Dat gaan 15 mensen zijn. Het ligt een beetje, dat is het getal dat nu ook voor het intercommunales geldt. Ik weet niet of dat je geïnspireerd heeft, maar goed, 15. Met vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, is daar enig zicht op hoe dat verder gaat ingevuld worden, want dat is nog erg vaag op dit moment. Hè. Dus houdt de minister daar nog alle mogelijkheden open of kan daar toch al iets over gezegd worden? En goed, we hebben gezien dat er in de begroting al middelen zijn voorzien, zowel voor de stortingen in het fonds als voor de werking. Dus dat is iets waar we ook bij de bespreking van de beleidsbrief vorig jaar onze waardering al hebben over uitgesproken. Oké, misschien met die laatste vraag beginnen. Dus de samenstelling van de Raad van Bestuur staat heel duidelijk in maximum 15 personen. Er is in de regering ook afgesproken dat we gaan beginnen met 11. Namelijk 4 vertegenwoordigers van de overheid, 3 van de syndicale organisaties en 4 onafhankelijke bestuurders. En van die 11 kan er nog uitgebreid worden naar 15. Want dat heeft maximaal 15. Ik heb me niet laten inspireren door de intercommunales, maar heeft natuurlijk alles te maken. Als er bijvoorbeeld lokale besturen toch willen aansluiten, moet je natuurlijk nog wel zien dat je zetels hebt in die raad van bestuur. Dus we beginnen met 11 en we kunnen maximaal uitbreiden naar 15. En de verdeling van die 11 heb ik u toegelicht. Dan misschien het amendement van mevrouw Pira. Het is een waardevol element, waren het niet dat het compleet overbodig is. Waarom is uw amendement overbodig? Omdat eigenlijk, als ik het zo mag noemen, het zijn allemaal duurzaamheidscriteria. Die zijn opgenomen in de verklaring van beleggingsbeginselen. En dat document zal ook mee worden voorgelegd aan de controleinstantie FSMA. Dus alles wat u hier vraagt, hebben we al voorzien. Dus uw amendement is nobel. Waar het niet dat het eigenlijk allemaal al voorzien is in het document dat aan de controlecommissie of controleorgaan zal voorgelegd worden. Dan een aantal vragen waarom een fonds en geen groepsverzekering. Ja, als u de memorie van toelichting hebt gelezen op pagina 7 meer bepaald, 2.9 staat er heel duidelijk waarom we voor een fonds hebben gekozen en geen groepsverzekering. Het is absoluut niet de bedoeling om daar een logfonds van te maken. Ik kan u ook meegeven, collega's, dat er heel veel taken zijn uitbesteed. Bijvoorbeeld administratief beheer, maar ook de boekhouding. Ik kan nog andere voorbeelden geven. Als ik u zeg dat er maar 1,7 voltijdse equivalent zal werken voor dat pensioenfonds, geeft dat toch ook wel aan dat dat geen logge, zware administratieve organisatie gaat zijn. Met 1,7 voltijdse medewerker is dat dus geenszins het geval. Dan de overleg met de VVSG. Het is absoluut, dat is er. Mannen en een gsm. Overleg met de VVSG. Dus absoluut, het is absoluut, collega's, niet de bedoeling dat wij de lokale besturen actief gaan benaderen en proactief gaan benaderen en zeggen van bij ons is het allemaal veel beter om ze weg te halen bij ETS of bij Belfius. Nee, dat gaan we niet doen. Maar lokale besturen kunnen natuurlijk wel aansluiten. Hebben we van in het begin gezegd, is het niet uitgesloten. Maar we gaan ze niet actief benaderen om te zeggen van komt alsjeblieft bij ons. En dan was er nog een concrete vraag van collega Maartens, denk ik, van
stel dat lokale besturen dan toch willen aansluiten, hoe zit het dan? Mogen ze dan afwijken? Dus lokale besturen die willen aansluiten, u weet dat er nu 3%, dat is hier ook al verschillende keren gezegd, maar ze kunnen per kwart procent afwijken, bijvoorbeeld 1,25, 1,50, 1,75%. Ze kunnen dus minder gaan, maar ze kunnen ook erboven gaan. Dus ze moeten elke keer 0,25% kunnen ze afwijken. Hè? Dus dat kan een hele range zijn van afwijkingen dat ze zouden kunnen doen. Dus ze kunnen hoger, ze kunnen lager, ze kunnen hetzelfde nemen dan die 3%. Dan, waarom maar 3%? Ja, ik wil wel meegeven, collega's. Ik heb u al gezegd, bij begrotingsbespreking 22 miljoen is toch niet min. Ik denk dat het zeer goed is voor onze contractuele medewerkers. Dat was ook een belofte in het regeerakkoord. En die belofte wordt nu waarheid. Is ook, wij moeten onze beloftes ook nakomen. Ik denk dat die mensen dat meer dan verdiend hebben. Maar ik wil wel meegeven dat die 3%, dat wel gunstig is dan 80% van het regime dat nu bestaat bij de lokale besturen. 15% heeft 3% en is dus evenveel dan wat nu hier voor ligt. En slechts 4,5% van alle lokale besturen heeft een regime dat hoger ligt dan die 3%. Dus nu zeggen dat 3% niet goed is, denk ik dat toch wel een klein beetje tekort door de bocht is. En dan denk ik, mevrouw de voorzitter, dat ik op de vragen heb geantwoord. Oké, mevrouw Pira, wenst u uw amendement toe te lichten? Ah, heeft dat gedaan? Ah. Ja, het is een nobel amendement, maar het is niet nodig. Ja, de heer Ja, dank u wel, voorzitter. Dank u wel ook, mevrouw de minister, voor de toelichting. We gaan ook nog een amendement indienen, collega Robijns en ikzelf, waarbij dat we graag aan artikel 12 toevoegen om die bijdrage, om dat minimaal 3% van het bruto salaris, om dat ook decretaal te verankeren, zodanig dat die tweede pensioenpijler, dat dat een degelijk een tweede pensioenpijler is en blijft voor die contractuele werknemers. Vandaar die ondergrens van 3% om die decretaal te verankeren. Ik zou dan ook de amendement willen indienen. Minister? Ja, dat amendement van meneer De Loor, meneer de secretaris, kijk nu even naar hier, dat kan niet in dit parlement beslist worden. Dat is een arbeidsvoorwaarde, kan alleen de Vlaamse regering over beslissen. Dus dat kan niet hier mijn amendement. Ik wil u alleen maar op... Ja, maar het mag gewoon wettelijk en juridisch gezien niet. Ja, dat, ik bedoel, iedereen mag hier amendementen indienen natuurlijk, maar er wordt hier gevraagd om die 3% decretaal verankeren. Eén, dat is arbeidsvoorwaarde, wordt geregeld door de Vlaamse regering en niet door het Vlaams parlement. En als men dit amendement goedkeurt, wil dat zeggen dat elke lokaal bestuur dat aansluit per definitie 3% moet pakken. Hè? Ik wil dat maar even meegeven. Hè? Ik wens het amendement aan te houden, collega's. Ja, we zullen het dan moeten behandelen, maar het is toch wel bizar dat iets dat toch wel behoort absoluut tot de materie van werkgevers, werknemers en dat in het sectorcomité moet behandeld worden, dat dat hier nu op een parlementaire manier zou... Het lijkt mij heel hallucinant dat we deze procedures die in een land waar we belang hechten juist, en we hebben dat hier vaak gezegd, aan de goede sociale verhoudingen, aan sociale overleg en... Ook als dat in onze ogen te wensen overgelaten heeft, heb ik dat ook altijd gezegd. De minister weet dat, dat ik daar soms kritisch over ben. Maar dit lijkt mij nu echt wel geen materie die in het parlement wordt beslecht. Dus wij zullen dit niet, omdat we het inhoudelijk daar een probleem hebben, maar procedureel denken wij dat dit echt niet onze bevoegdheid vandaag is als parlement. Dus wij gaan dat om die reden zeker niet kunnen goedkeuren. Meneer Maartens.
Dank u. Maar ik heb wel een inhoudelijk bezwaar in die zin, als de regering en het parlement dat ook steunt, dat de regering vertrouwen geeft aan die lokale besturen en nu gaat zeggen, kijk, als je wil instappen, dan moet het minimaal die grens zijn van 3%. Allee, ik zeg niet dat men moet altijd wegkomen met een zeer laag procent, dat zeg ik ook niet, maar ik vind toch dat je ook moet rekenen met de budgettaire context van elke gemeente, met andere voordelen die werknemers krijgen enzovoort, en dat dan inderdaad dan behoort tot de sfeer onderhandeling tussen werkgever, werknemer, en laten we dan daar die vrijheid geven aan de lokale besturen. Want anders ja, ga je jezelf echt vastzetten op dat minimum. Maar goed, mochten er middelen zijn, zal elke gemeente zijn best doen om dat te doen, hè, maar het is niet altijd mogelijk. Het amendement nog laten ronddelen. Dan stel ik voor dat we eerst stemmen over de amendementen, als we dat goed vinden. En dan artikelsgewijs en dan over het geheel. Zullen we overgaan tot de stemming? Ja. Voorzitter, in verband met mijn amendement heeft de minister gezegd dat het een nobel is, maar dat het voorzien is in het document dat aan de controleorgaan zal voorgelegd worden. Ik heb natuurlijk die tekst nu niet. Ik kan ook niet zien wat daar juist in staat. Dus ik ga mijn amendement terugtrekken. Ja. Als u mij zegt waar ik die tekst kan vinden, dan ga ik die nalezen en vergelijken met het amendement dat wij hier hebben opgesteld. En dan eventueel, als het niet voldoet, indienen tijdens de plenaire bespreking van het decreet. Ja. Ja, collega Pira, dat is een onderdeel van het dossier dat wordt voorgelegd aan die controlecommissie, dus de FSMA. En vanaf dat dossier is nog niet openbaar, maar zodra dat de goedkeuring is gegeven, zal ik het document aan de commissiesecretaris bezorgen. Oké, dus dit amendement trekt u voorlopig in, voorlopig of definitief, ja. En dan u zal uw amendement handhaven. Oké, dan stemmen we eerst over het amendement van de heer Deloor, artikel 12. Wie stemt voor het amendement? Wie stemt tegen? Wie onthoudt zich? Oké, dan is het amendement verworpen. Dan kunnen we nu overgaan tot de artikelsgewijze bespreking. Artikel 1, wie stemt voor? Wie stemt tegen? Ja, dan kunnen we aanhouden tot en met artikel 11. Ja, dezelfde stemming. Dan hebben we nog artikel 12. Wie stemt voor? Wie stemt tegen? Wie onthoudt zich?
Oké. Okay. En dan kunnen we stemmen over het geheel. Wie stemt voor? Wie stemt tegen? Wie onthoudt zich? Oké, dankjewel. Dan is dit ontwerp van decreet aangenomen en doorverwezen. Het gaat al worden doorverwezen. Dan rest nog de regeling.